Ik had nog een vraag in verband met het verhaal rond de baarmoederhalskanker. Daar hebben we wel een en ander over gehoord in de media, inderdaad. Ik ben zeker geen specialist, dus alles dat ik heb is uit de media. Dus als het fout is, leg het aan hen. Er is heel veel gedoe over geweest. Een wondermiddel die ik weet niet hoeveel kankers ging vermijden. Op een bepaald moment ging dat beslist worden door minister Onkeling, zelfs ook niet vergis, van dit moet terugbetaald worden door de sociale zekerheid. Waardoor dat voor mij de farma-industrie een ander soort industrie is dan de normale industrie. Want als de overheid tussenkomt om een medicijn te betalen, dan betalen wij allemaal mee. Dat is een groot verschil dan als je auto's verkoopt, bijvoorbeeld. En dan kwam nadien, het moment dat er al zoveel reclame rondgemaakt was rond dit middel, plots wel kritische opmerkingen in de media over, ja maar, is het wel nuttig om iedereen zo te laten vaccineren enzovoort. Is dat niet een rol waarin dat de media veel sterker moet zijn of veel nauwlettender moet zijn van, als we hier massaal reclame beginnen meemaken of de wonderpil gaan verkopen, dan zal dat op het einde van de rit iedereen zijn portefeuille voelen. En we zouden ook iets over generische geneesmiddelen kunnen vertellen. En dan de vervangproducten die dan toch weer door de industrie worden voorgebracht, die dan net weer iets anders zijn. Wat is heel dat verhaal? Die link hebben we eigenlijk niet over gehad vandaag. Terwijl dat voor de normale burger in zijn portefeuille wel een groot verschil kan maken. Ja. Over die baarmoederhalskankervaccin, daarin heb je volkomen gelijk. Dat is niet de taak van de journalist, maar de taak van de politicus. Het is wat ik daar straks zei. Een baarmoederhalskankervaccin is een schitterende uitvinding. Chapeau voor degenen die dat hebben uitgevonden. Bon. Maar, het is weer al hetzelfde liedje, er is een indicatiegebied. Wie is dat? Maagdelijke meisjes. Die moeten gevaccineerd worden. Meisjes die niet, of nog niet, in aanraking geweest zijn met het mogelijke virus. Dat zijn, als je het zeker wil zijn, dat zijn maagden. Wie is er maagd? Wordt alsmaar moeilijker, maar laat ons zeggen, 12-jarigen, 11-jarigen, 12-jarigen. Dus als ik minister ben, dan zeg ik, ik vaccineer in de laatste jaar van de lagere school, vaccineer ik de meisjes. Punt. Dat is mijn doelgroep en daar wil ik voor betalen. En dan komt een gans mechanisme op gang van industrie, van belangengroepen, ook artsen die zeggen, ja, maar als je mensen die al contacten gehad hebben en oudere meisjes vaccineert, dan heb je nog een bescherming van 45% en 50%. En dan begint het weer. En dan zeg ik, stop daar eens mee, jongens. Je hebt nu een indicatiegebied, maagdelijke meisjes, die ga je voor 100% beschermen voor de virussen waarvoor men ze beschermt. En hou je daaraan en leg daar een register van aan. Maar nee, en nu zitten we in een situatie dat je, ja, de tijd komt dat mijn grootmoeder gaat moeten gevaccineerd worden ook. Hè. Dus dat is wat ik zo jammer altijd vind aan die industrie. Dat is, ze maken iets fantastisch, maar het kan weer niet op. Het moet weer iedereen zijn. En dat hebben we gezien met dat baarmoederhalsvaccin, kankervaccin. En daar is Onkelings in meegestapt, apropos. Mag ik er nog iets aan toevoegen? En dat zal deze gynaecoloog naast mij maar niet in dank afnemen. Maar hij verwees net zelf naar Hans van Manen, die daar ook hele kritische verhalen over heeft geschreven in Nederland, in de Volkskrant. Het is fantastisch dat er dus nu een eerste vaccin is voor preventieve behandeling van een ernstige aandoening. Maar in Nederland gaat het om vermijdbare sterfgevallen mogelijk van 250. Als je dat, waarschijnlijk in Vlaanderen ook. Het is dus een hele beperkte groep, terwijl aan longkanker gaan. Hoeveel vrouwen dood? Longkanker? Vrouwen weten niet, maar 8000 Vlamingen per jaar. Het is een veel groter probleem, daar is geen vaccin tegen natuurlijk. Maar hier is door de farmaceutische industrie, omdat het vaccin er was, moest en zou dit middel ook echt vergoed worden. En zou daar ook, er is een enorm sterke lobby gevoerd op de Nederlandse overheid. En het zal in Vlaanderen niet anders zijn geweest, dat het middel vergoed zou worden. Daar zijn celebrities voor ingeschakeld. In Nederland was het dan Angela Groothuizen die moeders aansprak. Bescherm je dochter. Er was een campagne op televisie, het heette de website ook. Je kunt je dus afvragen of, nou, dat klinkt wat cynisch hoor, maar het zijn enorme kosten die hiermee gemoeid zijn. Maar of het de mogelijke overlevingskans opweegt tegen die enorme kosten. Mag ik daarop antwoorden? Ja.
Als je dat goed doet, ja, is het antwoord ja, kost een baat en bons, heeft lieve Annemans dat berekend. Maar dan moet je het wel goed doen. Dat wil zeggen, als je iemand een maagd een vaccin geeft tegen baarmoederhalskanker en je gaat ze dan beginnen eerste maal screenen op 24-jarige leeftijd, eerder hoeft echt niet, hè, of je gaat onmiddellijk een virusbepaling doen op die leeftijd, dan kan je eigenlijk met 2-3 uitstrijken voor de rest van het leven, ben je klaar. En die winst die je daaruit haalt, die is groter dan de daling van de prijs die men heeft bedongen om vaccins te kopen in grote hoeveelheid. Het vaccin kostte €412 voor 3 vaccins. Ik weet niet, maar de overheid heeft dat aan een zoveelste van die prijs kunnen aankopen. Dus dan als je die kostenbaten deed, dan was het inderdaad wel nuttig. Wat heeft men natuurlijk gedaan? Men heeft niet de mensen beperkt in hun aantal uitstrijken. Dus het zal voor België of voor Vlaanderen, voor België, natuurlijk veel meer gaan kosten. Omdat het tweede luik, namelijk daar waar je kan op inkrimpen, namelijk op uitstrijken, dat natuurlijk verwaarloosd is. Vandaar dat ik zeg, dat kan je de industrie niet verwijten. Dan moet je de politieker verwijten. Degene zonder visie die dat wil scoren door te zeggen aan de maatschappij, we gaan dat vaccin terugbetalen, we scoren, yes. Maar aan de andere kant niet de politieke consequentie van de prijs op lange termijn incalculeert. Daar zit de rap in dit geval. En een leven is een leven. Ik weet niet, jij hebt nog nooit iemand zien sterven aan baarmoederhalskanker. Ik zeer regelmatig. Dat als je dat kan vermijden, dan moet je dat vermijden. Ik wou ook even zeggen... Mevrouw Tuul zat er net al even aan. Ja, ik wou even toevoegen dat men nu de maagden tot 18 jaar in de tactiek. De uitbreiding van die... Tot 18 jaar? 18 jaar. Maar je moet helemaal niet bewijzen dat je maagd bent, hè? Ja, maar dat weet ik. Helaas. Ja, ik wou alleen maar zeggen dat het toch wel een heel moeilijk filosofisch debat wordt als we gaan beslissen of nu 250 mensen in België of Nederland wel of niet kunnen overleven. Wat doe je dan met geneesmiddelen op weesziekten, waarvan er misschien maar 10 zijn in een land en waar dan inderdaad gigantische terugbetalingsschema's voor voorzien worden. Dus ik denk dat het streven toch altijd moet zijn, althans dat is zeker het streven van onze sector, om toch zoveel mogelijk patiënten te kunnen behandelen op het moment dat er een geneesmiddel voorhanden is of dat het kan voorkomen worden in het kader van een vaccinatie.